Soldaten, het is de hoogste tijd om af te gaan stappen van mijn past en present AC Milan team. Het was leuk voor even, dat zeker, weer een ervaring rijker. Alleen, het beperkt mij een beetje in de content die ik wil creëren. En sowieso, als je met Prime Baresi tegen continu een Mbappé komt in de Weekend League, op een gegeven moment is het niet meer zo leuk als je van tevoren dacht. Ik was op zoek naar een nieuw team. Een leuk team, een kleurrijk team, een meta-team, maar toch nog steeds een paar leuke spelers, waarvan jij misschien wel wilt weten of ze een beetje goed zijn. Ik ging nadenken en kijken. Ik wilde een beetje past en present Milan. Ik wilde Reece James. Ik wilde nieuwe kaarten uittesten. En uiteindelijk kwam ik op dit team uit. Wat denk je hiervan? Goed, ik zal je voorstellen aan onze nieuwe soldaten. Op doel, 90 graded Allison. Spectaculair. Nee, degelijk ja. En hij is 90 graded, dus hij zal gewoon de job wel doen. Neem ik aan. Rechtsback, Sean Kluiber, wordt veel gebruikt. En ook met een reden, want hij is snel, sterk en kan verdedigen. Dus dan mag hij prima in dat team komen te staan. We hebben mid-icon Rio Ferdinand gehaald voor 899k. Zijn baby is beter, maar die was zoveel duurder dat ik dacht van, weet je, we gaan een keer mid-Ferdinand uittesten. Ik kon ook Prime Campbell halen, maar Ferdinand lijkt mij beter. Vooral zijn defending is best wel goed. Zijn defending is ook beter dan die babykaart. Alleen die babykaart die ik vorig jaar gebruikte vanuit de swaps is wat sneller. Naast Ferdinand staat Reece James, waarvan de dynamic pick nog steeds niet wil laden. Maar die zal binnenkort verschijnen, neem ik aan. Hoog normaal, 3-star, 1,82 meter. Hij is op de markt 720k of nog meer zelfs. Lijkt heel erg veel op Kluiber. En in principe wil ik James op centerback gaan spelen. Mocht jij nou zeggen dat Kluiber op centerback beter is dan James, dan kan ik het omdraaien. Maar heel veel pros spelen James op centerback, dus dat wil ik even uittesten of dat een beetje werkt. Theo Hernandez is dan de eerste speler die nog steeds binnen de categorie past en present AC Milan valt. Ik had zijn inform. We hebben even geüpgraded naar zijn Team of the Tournament kaart. Zijn volgende inform heeft maar een paar stats plus 1 en was 150k duurder. Dus ik dacht van laten we het even hierbij houden voor nu. En uiteindelijk kan dat misschien nog ooit een keer zijn headlinerskaart worden. Theo is een van mijn favoriete spelers bij Milan, dus die wil je er altijd graag in hebben. Dan hebben we hier op CVM End of an Era Rooney. En eigenlijk samen met Kaká en zometeen El Shaarawy hebben zij de titel van deze video gevormd. Want Rooney en Kaká hangen hier. Eigenlijk op beide covers. Maar de titel is gerelateerd aan dit spel. FIFA 12. El Shaarawy, nogmaals, ik kom er dadelijk bij, had toen ook een super zieke zilveren kaart. Dus eigenlijk een beetje een FIFA 12 reunie. Drie spelers van toen, nu op FIFA 21, 9 jaar later, nog steeds relevant, nog steeds goed. Wayne Rooney, End of an Era, ik moest hem halen. Natuurlijk, hij is duur, maar hoog normaal 4-star. En wat kan hij niet? Hij is gewoon snel. Super schot. Zijn defending is best goed. Je kunt hem eigenlijk in de spits spelen. Wat ik ga doen. Maar je kunt hem ook op CVM spelen. Als je daar blij van wordt. Kaká. Geweldig. Loopt 1-op-1. Is super goed. En hij gaat in een 4-2-3-1 op nummer 10 spelen. Nog steeds Tonali. Wat dan ook weer een Milan speler is. Hè? Eigenlijk mijn Milan spelers zijn Theo, Tonali, Kaká en dan El Shaarawy. Want die heeft ook al een paar jaar bij Milan gespeeld. Was een groot talent toen ik net een beetje voor het eerst Milan ging volgen. Echt lang geleden. Ja, Tonali is gewoon een prima speler. En dan heb ik hier allereerst João Félix. Vind ik een hele goede speler. Was goed, is goed, blijft goed. En ik ga hem spelen op RAM. Niet zijn ideale positie, maar ik hoop wel dat het een beetje gaat werken. Marcos Llorente op rechtsbuiten is eigenlijk samen met Rooney, James, El Shaarawy en op de bank Reinier. Een van de spelers die nieuw is en die ik graag uit wil testen. Het is een rechtsbuiten. Alleen daar gaan we hem uiteraard niet spelen. In-game. Want hij komt CVM te staan naast Tonali. Hoog. 3-star. Een kaart die letterlijk nu 1 dag uit is. Voor jou is het 2 dagen als jij hem bekijkt. Maar hij zit in het huidige team of the week. Super snel. Als schieten kan pasen. Kan een beetje dribbelen. En allround heel erg goed. Dus gewoon 300k voor betaald. Ik ben heel erg benieuwd of hij een beetje goed gaat spelen. Dadelijk ook in de Weekend League. En dan deze man. Il Faraone. Flashback El Shaarawy. In verschillende jaren heeft hij al een non-performance-based kaart gekregen. Steeds weer een beetje inspelende, zeg maar, op die nostalgie. Hij had in FIFA 12 een zieke silver card. In FIFA 17 een premium SBC. Eigenlijk zo'n kaart die nu Rooney heeft, of dat design als het ware. Was toen goed, is nu weer goed. Een beetje de Serie A Neymar, al mist hij wel de 5-star refoot. 99 lenigheid, heerlijk. Met verder ook die balans en hij heeft stamina. De finesse shot trade, wat ook gewoon echt chill is. Dus hiermee gaan we spelen. Reinier als super sub. Ook Robben
kan er nog heen komen. En al die andere jongens. Rooney in de spits, Kaká erachter. El Shaarawy op links, Felix op rechts. We hebben een tegenstander gevonden. Team of the Year, De Bruyne. Hij heeft de Del Piero. Mijn tegenstander speelt denk ik dan ook in die 5-3-2 formatie. Die heel veel pro's nu opeens gebruiken. Schijnt nogal overpowered te zijn. Maar ik zelf hou liever voor nu even vast aan de traditionele 4-2-3-1. Ah kijk, het zijn twee tegenstanders. Dubbel zoveel opletten. Als je zo gaat redeneren. Tonali. Zoeken naar deze man, El Shaarawy. Dus dit is Tonali. Finesse Kaká. Oh, wat een goal zeg. Prime icon, Ricardo Kaká. Als er één speler is die gewoon nooit teleurstelt, is het deze man. Bizar. Dit zijn geen liefhebbers, deze twee tegenstanders. Ze skippen de herhaling. Kijk, Ferdinand. Prima ingestapt. Nu omschakelen, Felix. Ah, lekker, lekker, lekker. Tiki-taka is dit. El Shaarawy. Met de ruimte. En de actie. Ja, iets te veel van het goede misschien. Del Piero met Ferdinand. Ja, Ferdinand. Prima gedaan. Hier is João Felix. Die vindt lookalike Kaká. Op links weer ruimte bij El Shaarawy. En die is natuurlijk sneller dan zijn directe tegenstander. El Shaarawy dendert door. Ja, daar zit Gundogan op het laatste tussen. Kans misschien voor mijn tegenstander. Ja, prima ingestapt. Reece James. En nu hij weg. Ik wil even acties gaan maken met El Shaarawy eigenlijk zometeen. Doe het gewoon zo, prima. Als ik deze erin volley, komt hij aan. El Shaarawy, nee. Ja, Llorente. Acuña met het nodige fortuin. Hier gaat Kluiber. Ja, wederom fortuin. En daar is Theo. Tonali, goed opgelost. De AC Milan chemistry. Hier gaat El Shaarawy. Die knalt even de turbo aan. Gaat niet stoppen. Nee, gaat echt niet stoppen. El Shaarawy. Zo. Nou, Wayne Rooney, ik ga geen Panenka doen. Ik mag geen Panenka doen. Psych! Oké, ik sta voor. Oh mijn god. Ik ga nooit e-sporter worden. Letterlijk, dit is een droom die gewoon in duigen valt nu. Kijk dan. Oeh, kijk eens. Ja, een hele simpele ballroll. Zijn keeper die zocht niet eens de moeite te doen. Was met zijn hoofd nog bij de rust volgens mij. Nou, op zich, snel weer orde op zaken gesteld. Alleen, ik wil gaan scoren met mijn nieuwe spelers. Kijk, El Shaarawy. Scheids? Nee? Het was wel een penalty, maar dit is geen vrije trap. Nee, ik volg je, scheids, ik volg je. Rechtsruimte, Kluiber. Even opletten, jongen. Wat doet hij? Zo. Maakt zich even groot. Llorente. Lijkt paasje aan Rooney nu diep. Is hij snel genoeg? Is hij snel genoeg? Hij ziet El Shaarawy. Omhaal. Oh, was wel een ziek schot. Weer een kans, weer een kans. En de redding van Allison in de korte hoek. Oh, goede onderschepping. João Felix. Ligt terug, zeg ik. Rooney. Ja hoor, wat een fantastisch mooi doelpunt. Onze nummer 10, Wayne Rooney. Beide coverstars hier hebben nu hun doelpunt te pakken. Ik ben zelf echt heel erg blij met mijn nieuwe team. Flashback El Shaarawy. Anthony Rooney, Prime Kaká, João Felix, wat een aanval en middenveld plus verdediging ook nog goed. Vond je het leuk? Dan like hem even. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Hey, houdoe hè.